Een 21-jarige Schiedammer is hier op de Bernardus IJzerdraad Singel ernstig mishandeld door een groep mannen. De man kwam van het Frans Rietveldpad af op zijn longboard op weg naar huis en zag daar een man die twee meisjes lastig viel. Toen het latere slachtoffer daar wat van zei, kwam de man die de meisjes lastig viel schreeuwend op hem af en wilde hem slaan. Op het geschreeuw kwam weer een groep van zo'n 8 mannen af. Die hebben uiteindelijk het slachtoffer mishandeld. Diverse mensen zijn getuigen geweest van de mishandeling. De politie is nog op zoek naar die getuigen en is ook op zoek naar camerabeelden.